Ja, hij probeert gewoon allemaal op te nemen als een spons en te waarderen wat ze allemaal niet georganiseerd hebben. Laten we eigenlijk verder gaan zitten. De productie daar moet ook allemaal. Wat een gekke huis vanavond, hè? Ja, heel uniek, heel mooi. Ja. Hoe lang woon je nou in Halen? Officieel sinds na de Olympische Spelen van Tokio. Dus zeg maar september 21. Nou, vanavond is de echte introductie van Jeffrey Hoogland in Halen, hè? Ja, het is eigenlijk ook eerlijk gezegd heb ik daar nu pas tijd voor. Ik heb anderhalf jaar, dan wel niet bijna twee jaar, het huis verbouwd. En daarna ging de oogklep op naar de Olympische Spelen. Had ik eigenlijk geen aandacht en tijd voor de mensen inhalen. En het is vet om te zien hoe trots ze dan nu wel op mij zijn. En ik hoop veel meer mensen te leren kennen in Halen. We zijn super trots natuurlijk dat een inwoner van Halen ook hier een gouden medaille heeft binnengehaald. Dus we hebben hele grote successen hier in Halen, wat niet altijd gezien wordt. Maar dit overtreft weer alles. Ja, dit is een hele bijzondere avond. Het is hartstikke gezellig. Halen heeft hartstikke leuk gedaan. En zoveel mensen die hier zijn voor Jeffrey, ja, super. Ja, ontzettend trots. Het is natuurlijk ongelooflijk mooi dat je een Olympisch kampioen in je gemeente hebt wonen en dan ook nog goud, ja, daar ben je gewoon ongelooflijk trots op. We hoorden dat u uw vakantie heeft onderbroken hiervoor. Ja, ik was gelukkig wel weer thuis, maar natuurlijk, daar maak je tijd voor. Ja, ik probeer het gewoon allemaal op te nemen als een spons en te waarderen wat ze allemaal niet georganiseerd hebben. Dat is natuurlijk heel, heel uitzonderlijk, heel uniek. Maar ja, dat is denk ik de prestatie ook wel. Ja, daarvoor de waardering. Ja, super gaaf, super leuk. Hey! Yes! Halen is echt trots. We zijn onmeunig trots op Jeffrey. Uiteraard. Want dat maak je maar één keer in je leven mee. Dat er een inwoner van je dorp een gouden medaille wint op de Olympische Spelen. Dat is bijzonder uitzonderlijk. Hier gewoon weer lekker mezelf, lekker in het oosten, lekker normaal volk ook bijna zeg. Gewoon fijne mensen, niet te moeilijk, bedankje en lekker bier drinken en dan begrijpen we elkaar. Zwemt hier over draadnagels, ben je al een draadnagel? Ja, dat durf ik zelf nog niet te zeggen, maar dat denk ik nog niet. Ik moet nog even iets meer in Halen doorbrengen denk ik. Maar dan komt dat vanzelf hè? Dat denk ik wel, dat komt goed. De afmaker van de bulletin. Kingston 2054.